No, Carlos, don't go in the water. Maar Carlos gaat toch het water in. Verdomme. Welcome to Dept. Wat is Dept? Het is geen first person shooter, het is geen third person shooter. Het is eigenlijk team van duikers tegen het team haaien. Nu, de duiker is wel een first person, dus je kunt het wel een beetje langs die kant een FPS zien. Wat moet jij als duiker doen? Je escort het robotje Steve naar zijn kluis. Steve gaat zijn fucking tijd pakken voor dat ding open te doen. En jij moet hem beschermen. En zodra dat hij dat open krijgt, gaat hij naar een volgend stuk van het level. En zo heb je 3 of 4 stops totdat je terug naar je boot gaat. Als je dat bereikt als diver, dan wint je. Of als al de sharks hun tickets op zijn. Dus dat is gelijk een battlefield. Als je ooit Domination hebt gespeeld, of weet ik, of maakt niet uit. Ieder wat spel met zo'n game type. Dus je ziet links van boven heb je 4 duikertjes. Iedere keer als er iemand moet respawnen, gaat er eentje een ticket weggestart bij 30. Haaien ook, zijn me wel een voordeel omdat ze maar met 2 spelen. Divers zijn veel rapper door hun tickets heen als ze niet uitkijken wat ze doen. Nu, je kunt ook als diver treasures oprapen van de grond. Pardon. Die treasures, ik ben er nog niet helemaal uit. En dat was shark bits. Dat is een shark tegen zo'n mijnhoek. Dat veroorzaakt een tamelijke grote explosie. En je kunt ook als shark divers daar tegenin rammen. Maar dat is iets voor een andere video. Dus die treasures, die kun je aan Steve geven. Wat u een diver opneemt. Ik ben er alleen nog niet uit of die treasures uw tijd versnellen. Dat Steve rapper klaar zijn of dat u points oplevert. Want wat doet je met die points? Je koopt daar à la Counter-Strike, koopt je daar gear mee. Dus je hebt pistols, je hebt een submachine gun, je hebt een netgun, je hebt een spear, je hebt devices, gelijk waar ik in het begin neer had gegooid. Dat is een sonarboei, dat laat je locatie van de haai zien. Je hebt ook flares voor onder water en zo enzovoort. Nu, ziet. Dat gebeurt dus bij die boei, dat laat je die haaien zien. Je hebt ook guns waar haaien taggen, zodat je die in een tijd ziet, door de muren ziet. En, ai, dit is eigenlijk een vrij simpel spel, maar het is, hoe ga ik dat zeggen? Het is een unieke ervaring. Als je niet schrik hebt voor iets nieuws te proberen, zou ik het zeker een keer oppikken, want voor een indie developed game is het eigenlijk heel verslavend, als ik eerlijk moet zijn. De eerste 2, 3 keer gaat je wel rot verschieten als er zo'n haai op je afkomt, maar dan moet je erbij pakken. Je ziet hier ook die boxjes liggen die wat rood aan het gloeien zijn. Dat dient voor je ammo bij te vullen als je low bent. Dus altijd zeker. Wat moet. Mee oppassen. Wat moet jij doen als je diver bent? Ten eerste, het is altijd beter dat je ergens binnen zit. Nooit in het open gaan staan. Als zo weinig mogelijk eigenlijk. Kijk nu. Hier ga ik buitenuit, maar hier ben ik heel open eigenlijk. Hier zit je in the middle of nowhere in the ocean, dus die haaien hebben dan al het voordeel. Dus wat moet jij doen? Zorg dat je gewoon weg binnen blijft, daar heb je het meeste cover. Want zij zijn ten minste fel in het voordeel als je in de open bent. Dan kunnen zij je afhalen, ik weet niet waar. Hier koop ik 2 sonarbuoys en een Twin pistols, maar wat ik daar heb gedaan, dat weet ik niet. Ik had er goesting in en een rifle. Dus dat doet je dus bij je geld. Nieuw equipment kopen. Dus hoe langer dat spel gaat, in het begin hebben de haaien het meeste voordeel. Maar langs het einde wordt dat eigenlijk wel wat gebalanced. Eigenlijk omdat je beter guns kunt kopen en zo enzovoort. Schiet nu hier. Dat zijn die treasures waar ik thuis over vertel. Die raap je op en die geeft je aan Steve. Nu. Ze hebben nu voor het moment hebben ze 2 game modes. Zit nog altijd een alpha of een beta stage. Dus je kunt het redelijk cheap kopen via Steam. Staat nu zelfs op sale. Je hebt Blood and Gold, dat is wat je nu aan het spelen bent. Dat is dat van met dat robotje Steve. En dan heb je nog Megalodon Hunt, Megalodon of hoe je het moet noemen. Waar is dat? Dan gaat jij. Ene speler is dan de Megalodon en 5 andere spelers zijn duikers. Maar ik heb nog een video op mijn channel staan, dus het is wel niet met commentary, maar als je wilt weten wat die mode is, check het gerust een keer uit.
denk wel dat je slim genoeg bent voor te leren wat je ziet op scherm, voor daar je conclusies van te maken. Nu, wat kan ik meer zeggen over het spel? Dat is een unieke ervaring, het is redelijk verslavend. Als je niet erg vindt, vooral om een keer rot te verschieten en een team te werken en zo enzovoort. Het is maar van een 10, 15 euro op Steam en ik raad het u heel fel aan. Nu, als je vragen hebt, stelt ze mij gerust, zou ik zeggen. Maar ik ga u nu verder de video laten bekijken. Ik ga nu niet blijven zagen en brabbelen, dat doe ik al van mijn eigen genoeg. Nu, ik hoop dat ik u met de volgende video terugzie en goeie kerstmis. Goeie kerstmis, dat is al geweest. Goeie feesten, wou ik zeggen. En ik hoor u nog wel, hè. Joe.